en jullie hebben een miljard nodig om die groene draai te maken. Dan kun je toch eigenlijk niet anders zeggen de conclusie dat u technisch failliet bent. Wat het onderwerp ook is, wij zijn ten alle tijde hebben wij een enorme basiswaardering voor mensen die zich op dit moment defensief in de maatschappij moeten opstellen, dat ze het lef hebben hier naartoe te komen zonder enige voorwaarden dan ook te zeggen, kom maar door met de vragen. Zowel naar mij als de journalist, maar ook naar jullie. En vervolgens ook nog een lijsttrekkersdebat in gaan beluisteren waarvan je kan raden dat er wat kritieke punten gaan langskomen. En daar is hij ook weer bereid om te zeggen, kom maar door, ik reageer overal. Overhoop. Dus u hoeft het niet eens te zijn met Tata, maar om die reden kunt u wel een warm applaus geven. Hans van den Berg. Nou, dat had u misschien niet gedacht toen u binnenkwam dat u nog zo'n applaus... Ik had veel verwacht, maar geen applaus. Nou, maar we weten ook heel goed. Even het volgende. Ja. Ik zat me natuurlijk voor te bereiden op dit debat en ik zat uw cv te kijken. 30 jaar bij Tata. U bent gaan werken bij Tata toen het natuurlijk nog een andere naam had. Hoogovens, hè? Hoogovens. En maar vooral, u werkte daar begon daar als ambitieuze werknemer. En die ambitie is ook in iets geresulteerd. In een tijd dat die Hoogovens tot de nationale trots van Nederland behoorden. Ja. En dan klim je op binnen een bedrijf, zodanig dat je bestuursvoorzitter wordt. En dan moet u uitleggen dat u bent de grootste CO2-uitstoter van Nederland. De grootste stikstofuitstoter. Een strafrechtelijke veroordeling aan de broek heeft. Meerdere rechtszaken in de maak zijn. Hier bent om je zich maatschappelijk te verantwoorden. Hoe moeilijk is het om dit maatschappelijk nog uit te leggen voor u? Ja. Het is, ik heb het ooit gezegd, het is eervol, maar niet altijd makkelijk. En... wat mij drijft en wat ik belangrijk vind, is het perspectief. Kijk, wij maken een product. We zijn met 8 miljard mensen op de aardbol. 8 miljard. En die mensen willen allemaal een fatsoenlijk, menswaardig bestaan. Die willen een dak boven hun hoofd, die willen voedsel, die willen veiligheid, die willen gezondheid. En daar speelt het stalen product een ongelooflijk belangrijke rol in. Alles wat de wereld ondersteunt, hè, dat gaat soms om fancy dingen. Hè. Misschien heeft u een warmtepomp, die is niet van hout. Of u komt met de trein of met de fiets. Hè. Het zijn allemaal stalen producten. Hè. Maar het is ook echt de basis natuurlijk. Hè. Je hebt het over sanitair, je hebt het over waterleidingen. Je hebt al die zeg maar elementaire dingen van het leven. Hè, die wij overigens hier allemaal natuurlijk heel vanzelfsprekend vinden, maar die over de hele wereld helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Ja, dat is voor mij een hele belangrijke drijfveer, dat we dat kunnen maken. En de tweede daarbij hoort natuurlijk, ja, dat we dat op een verantwoorde manier doen. Dat we groen staal in een schone omgeving maken in Nederland. Maar als u zegt, nou dat laatste is natuurlijk wel belangrijk. Waarom in Nederland? Je zou ook kunnen zeggen, misschien in Scandinavië zijn er misschien plekken waar het misschien makkelijker kan. Wij consumeren in Nederland, consumeren wij staal. Wij gebruiken iedereen, ja, zoals we hier zitten, 1 kilogram staal per persoon per dag. Iedere Nederlander. 17.000 ton. Ja, en ik vind dat wij ook toch de morele verplichting hebben om dat op een verantwoorde manier te doen en de problemen die daar omheen zitten niet te exporteren. Ik vind dat immoreel om te doen. Maar, nou, als u het woord moreel neemt, dat is wel, vind ik, een wat ingewikkeld begrip in dit verhaal. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Daarom gebruik ik het ook. Waarom ik het opmerk vind dat u dat woord gebruikt? U heeft recent in een podcast gezeten en dat ging over schaamte. Ja. En u zei dat u zich schaamt. En dat u zelfs die schaamte gebruikt als motor om het anders te maken. Laat een hele simpele vraag stellen. Waar schaamt u zich precies eigenlijk voor dan? Ik heb in die podcast, die 3 kwartier natuurlijk helemaal over een aantal dingen ging, was de vraag op een gegeven moment, ja, wat vindt u nou als u dat ziet? Ja. En dat was ook in de rechtszaak natuurlijk op 22 december. Hè, waarin onze de verwaaiing van kolen tijdens handelingen duidelijk te zien. Ja, als ik dat zie, dan schaam ik me daarvoor. Ja, dat is niet goed. Dat is niet groen staal in een schone omgeving. Ja, dat dus moet doen. U schaamt zich ergens voor. En vervolgens zegt u vanuit moraliteit, moet het hier houden. Dat is toch een heel gek iets wat we nu meemaken? Nou, daar zie ik het dilemma niet in. Nee? Nee. Dus nee, kijk, ik zal niet zeggen dat wij alles goed doen. Wij zijn onderweg.
Wij moeten dag en dagelijks de emissie terugbrengen, nu. En wij moeten de overgang naar groen staal maken. Wij moeten allebei doen. Maar zolang we inderdaad mensen overlast van ons hebben, zich zorgen over ons maken, ja, dan zijn we natuurlijk niet waar we willen zijn. Ik wil het even over de waarde hebben. Je hebt een bedrijf wat winst maakt. Wat nu tegen regelgeving aanloopt, die zodanig knellend is dat het moeilijk is voor jullie om je aan de regels te houden. Laat ik het dan maar netjes formuleren. En die moet een investering van de overheid krijgen dat richting het miljard gaat. Klopt dat? Klopt die aanname? We hebben een behoorlijke vraag aan de overheid. Ja. Maar het totale project is veel groter. Hè? Zeker, maar als die familie Tata dat niet wil betalen en jullie hebben een miljard nodig om die groene draai te maken, dan kun je toch eigenlijk niet anders zeggen de conclusie dat u technisch failliet bent? Nou ja, de economen zullen daar iets van vinden. Ik zie een bedrijf wat op dit moment... Het is niet onbelangrijk wat economen ervan vinden. Wat zeker economen is dat hartstikke belangrijk, want maar die bepalen natuurlijk mede de toekomst. Maar als je tegen de overheid zegt, we hebben een miljard nodig, en eigenlijk is de tweede boodschap erachter, als de overheid het niet doet, houd het op. Nou, dan wordt het ingewikkeld. Ja. Dat klopt. Maar dan zullen we misschien ook een ander... Maar dus als je bij de overheid staat om een miljard te krijgen, en je krijgt het niet en het houdt op, dan ben je toch technisch failliet. Daar hoeft toch geen econoom voor te zijn. Kijk, wij willen in onze samenleving op een manier leven, hè, waarbij we onze welvaart, ons welzijn op een bepaald niveau hebben. En we willen ervoor zorgen dat we onszelf niet van de aardbol affikken. Dat is een belangrijke drijfveer. Kijk, maar daar hangen dat willen we, en dat willen we op een hele korte tijdschaal. Maar daar hangt een bak aan ellende. Dus er liggen rechtszaken, u heeft er eentje verloren, strafrechtelijk. Er liggen onderzoeken, maar het is zeer ongewis wat er uitgekomen kan ook nog wel eens tot rechtszaken gaan leiden. Ik dacht bij mezelf, ik denk als je die familie Tata zegt, hier heeft u 1 euro. We nemen de hele tent over met de Nederlandse overheid. Maar dan bent u gevrijwaard van alle schadeclaims en boetes en weet ik dan wat. Ik denk dat ze tekenen. Wat denkt u? Dat denk ik niet. Waarom niet? Omdat... Ze zijn technisch failliet. U bent van alle ellende af. Omdat ons moederbedrijf een toekomst ziet voor ons, onze operatie hier in Nederland. Als ze, als ze dat echt zouden zien, zouden ze zelf een miljard stoppen. Maar het feit dat u bij de overheid zegt, kunnen we geïnvesteerd... Ja, maar het is een misverstand dat het bedrijf zelf niet zou bijdragen daarin. Nee, dat... Het bedrijf, hè, en wij denken natuurlijk dat de cashflow die we hier in Nederland maken, dat ons geld, maar dat is aandeelhoudersgeld. Ja. Dat gaat het bedrijf in. Waarom duurt het zo lang? Duidend meer dan wat we aan de overheid vragen. Waarom duren die onderhandelingen met EZ zo lang? Die hadden al afgerommeld en had een deal moeten liggen. Omdat het een hartstikke complexe transitie is. De techniek is heel complex, maar de financiële kant van de zaak is ook heel complex. En het gaat over gemeenschapsgeld. Zeker. Dus de overheid is natuurlijk uitermate streng om te kijken of het bedrijf in de toekomst... Zit in de onderhandeling ook het punt van nationalisering dan wel aandelen voor de Nederlandse overheid? Dat is niet te sprake geweest. Maar dan moet u me toch eens helpen. Dan zou het dus kunnen betekenen dat wij met de belastingcenten een miljard in Tata stoppen. De familie Tata dat is rustig aanschouwd. Ze hebben al meerdere pogingen gedaan om het te verkopen. Het is niet gelukt, omdat onder andere de Zweden Kamerkijkers zeiden, die zeiden eigenlijk, dat is wel erg oude zooi hier. Daar gaan we niet in investeren. Nou ja. In ieder geval gedateerd materieel. Mag ik het zo zeggen? Nee, dat mag je niet zo zeggen. Maar hoe werkt het dan? Als wij er een miljard met belastingcenten in stoppen, en vervolgens kunt u opnieuw in de vitrine gezet worden, en dan ziet u waarschijnlijk hartstikke aantrekkelijk uit voor een overnamekandidaat. En dat is dan gefinancierd met belastinggeld. Kijk, wij kijken vanuit Tata Steel Nederland. Wij zijn nu in een bepaalde toestand, een bepaalde configuratie, zoals het heet. Wij willen de transitie maken naar groen staal in een schone omgeving. Begrijp ik. Zo snel mogelijk. Yes. Dat is wat we willen doen. Omdat, nogmaals, de producten die we maken belangrijk zijn voor de welvaart en de toekomst van het... heel veel mensen. Maar vindt u het niet reëel dat het logisch is dat er een rendement op die belastinginvestering komt? Dat zou kunnen. Maar u houdt de boot af. Nee hoor. Maar u zei net dat het niet op tafel ligt. Wij zijn op dit moment in het gesprek met het ministerie om te kijken wat is de vraag die we gesteld hebben. Is dat reëel? Hoe zit, zoals dat dan heet, de hele financiering, de business case, zoals het heet. Hoe ziet dat eruit? Is er daarna een bedrijf wat levensvatbaar is? Dat wil de overheid natuurlijk ook weten. Dat willen wij, zelf gaan er natuurlijk vanuit. Maar dat zijn belangrijke dingen. Dus dat wordt helemaal doorgeëxerceerd gezamenlijk. En dat is de. En komt het aspect van het maatschappelijk rendement van investeren met belastinggeld, komt dat daar langs? Impliciet zou ik dat zeggen. Ja. Het feit dat je dus dat de overheid heel nauwkeurig kijkt en dat wij dus ook heel nauwkeurig gekeken hebben naar wat we ingeleverd hebben. Dat we zeker niet overvragen, maar het is geen verdienmodel natuurlijk. Het is om onze transitie te kunnen maken naar de toekomst toe. We gaan naar een tijdlijn.
En ik wil u eigenlijk vragen om even mij er doorheen, en daarmee ook de mensen in de zaal, er doorheen te wandelen. Het positieve nieuws is natuurlijk helemaal rechts. Eigenlijk bent u dus 5 jaar eerder CO2-neutraal dan Nederland. Ja, dat is overigens ook de ambitie van de Tata Groep als geheel. Wat gebeurt er in dat eerste stuk, 2023 naar 2030? Dat is in feite de grootste stap van het geheel. We hebben nu 2 grote units, die zie je daar heel mooi. Dat zijn onze 2 hoogovens, hoogoven 6 en hoogoven 7. 1 tot en met 5 zijn ondertussen afgebroken. Hoogoven 7 is de grootste hoogoven. En dat is de eerste die we willen vervangen. Die maakt 60% van onze productie. Ja. Door nieuwe installaties die gebaseerd zijn op het gebruik van waterstof in plaats van kolen. Ja. Dus dat is een heel kort tijdlijntje, want het is een enorme ombouw. Als je bij ons op het terrein bent geweest, dan zie je dat dat immens groot allemaal is. Dus dat is een enorme inspanning om dat voor elkaar te krijgen. Is een 2030 die Kooks 2 fabriek dicht? Ja. Die is dicht. Ja. Kunt u daar een jaar aan plakken? Hij is 2030. Maar binnen het plan gaat hij in 2029 dicht. 2029? Ja. Dat is de hot potato eigenlijk wel een beetje, hè? Ja, dat is de hot potato. En als je eerder dicht kan, dan... En dat kan niet. Zal ik de eerste zijn die daarvoor is. Er zijn ook veel mensen, deskundigen, die zeggen... ja, ze houden die open vanuit puur winst. Voor het winstmodel, voor het businessmodel moet die open blijven. Dus het is financieel gedreven. Dat is niet helemaal onwaar. Want we hebben deze installaties nodig om het geld te verdienen... om die transitie te maken. Ja. Dus zoals dat dan heet, het verdienvermogen of de cashflow... het geld wat eruit komt, wat we allemaal in het bedrijf steken... om die transitie op een goede manier te maken... om het groene staal te kunnen gaan maken op een verantwoorde manier... dat geld, dat moeten we wel verdienen. Is er geen alternatief? Als het sneller kan, en we zijn nog steeds bezig met studeren overigens... om te kijken, dat hebben we ook afgesproken met de overheid... om te kijken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een eerdere sluiting. Ja, en wat is het dan? Is dat het invoeren van kooks? Kooks import is een van de mogelijkheden die daarbij mede worden bekeken. Maar dat is wel duur. Dan gaat dus een gedeelte van het geld wat we nodig hebben om die transitie te maken... En bovendien is dat ook een enorme operatie met ook allerhande milieueffecten. Moeten we even niet vergeten. Want als we een grote hoeveelheden kooks over die haven heen gaan halen... gaan transporteren over het geheel. Dat lijkt mij een belangrijk onderhandelingspunt... waar je nu met het ministerie van Economische Zaken over zit. Nou, nog niet. Nog niet? Nog niet. Maar het is natuurlijk wel het eerder sluiten. Is wel wat we in de zogenaamde expression of principles... de afspraken die we gemaakt hebben met EZK, met INW, met de gedeputeerden... op ons hebben genomen om daaraan te blijven studeren... om te kijken of we daar betere opties voor kunnen vinden. Maar het is natuurlijk iets heel raars. Je moet dus het meest vervuilende onderdeel... waar de bewoners het meeste last van hebben... wat drukt op de gezondheid, schade... dat u dat uit financiële overwegingen... om het businessplan rond te krijgen, dat die blijft doorgaan. Ja, het is hoe je er naar kijkt natuurlijk. Ja, maar het is een... Kijk, willen wij... Wij maken op dit moment natuurlijk ook het staal. En wij maken staal op dit moment met de laagste CO2-uitstoot per ton in de wereld. En dat doen we met deze installaties, met deze configuratie. Bovendien is het niet zo dat we ondertussen tot 2029 op onze handen zitten. We hebben een groot programma in uitvoering, daar zit hij misschien nog ergens achter. Waarmee we op dit moment de emissies aan het terugbrengen zijn. En dat heeft dus ook bij die kooksfabriek. Dus ook al gaat die kooksfabriek uit bedrijf... daar gaan nog tientallen miljoenen aan investeringen in... om die periode op een goede manier te kunnen overbruggen. Ik wil eigenlijk even naar het filmpje toe. Met het groene staalplan zet Tata in op een schoner proces. Staal maken op basis van waterstof in plaats van kolen. Minder CO2-uitstoot dus. Dat kan Tata Steel niet zelf betalen. Dus vragen ze hier overheidsgeld voor. Er zijn miljarden te verdelen. Maar in 2050 wil Nederland niet alleen duurzamer, maar ook circulair zijn. Denk aan gerecyclede grondstoffen en geen afval meer. Dit is niet alleen de wens van de overheid, ook afnemers van Tata Steel willen dat. En daar zit volgens deskundigen het probleem. Tata maakt met hun waterstoffabrieken geen circulair product. Ze vergroenen het maakproces, recyclen ook een beetje, maar blijven vooral inzetten op nieuw staal. Investeren Tata Steel en Nederland wel in de juiste... duurzame oplossing. Dit gaat om schoon, groen en circulair. Maar als je... En staal is natuurlijk een geweldig product om te, zeker, om te recyclen. Op dit moment... Beetje rest over, maar even dan... 15-20% van het staal wat we maken is al vanuit een gerecycled product. Maar als u echt de oprechte ambitie hebt, daar twijfel ik niet aan hoor... om echt te zeggen, ik wil helemaal circulair zijn...
dan is het toch best vreemd dat jullie zo'n enorme ambitie hebben om meer staal te maken. Want als je heel circulair bent, hoef je niet zoveel meer staal meer erbij te maken. Nou, we maken niet meer staal. Hè. Wij vullen op dit moment... Maar het ambitieniveau, als je kijkt waar je naartoe willen en wat jullie willen maken... Is niet meer staal. Even niet? Voor de duidelijkheid, nee. Per saldo? Nee, wij vervangen de huidige installaties door nieuwe installaties. Maar we gaan niet meer volume aan staal maken. De hele staalhoeveelheid die in de wereld nu wordt gebruikt... die komt voor een gedeelte uit het recyclen van staal. Dus wat terugkomt aan schroot of slot, zoals we dat noemen. En voor een gedeelte aan vers staal gemaakt uit primaire grondstoffen. Dat laatste, daar kunnen we uiteindelijk natuurlijk niet mee door blijven gaan. Alleen de staalbehoefte in de wereld die stijgt nog steeds behoorlijk. Dus de hoeveelheden schroot wat terugkomt uit de wereld... is niet voldoende om aan de staalvraag in de wereld te voldoen. Nou is de vraag natuurlijk, wat moeten wij in Nederland doen... Wij zien natuurlijk inderdaad bij onze klanten niet alleen de vraag naar staal CO2 vrijgemaakt, maar ook de staal, de recycled content zoals dat heet. Mm-hmm. Dus wij houden met de ontwerpen van de installaties wel degelijk rekening met het feit dat daar meer in gerecycled moet worden. Daar zijn we nog niet helemaal uit hoe die configuratie er de komende jaren wat dat betreft precies uit moet zien. Klopt het nou eigenlijk dat u eigenlijk zegt dat u misschien wel de erkenning wil geven dat u zegt eigenlijk zoals wij nu functioneren... qua CO2-uitstoot, qua stikstofuitstoot, qua gezondheidsschade... is jullie license to operate nou, op zijn minst in het geding in nu, hè? Maar dat u eigenlijk zegt, we beseffen ons dat we eigenlijk onze license to operate... niet of nauwelijks haalbaar is, maar kijk de weg die we bewandelen... kijk waar we naartoe gaan en doe ons wat coulansen. Dat is eigenlijk toch de positie waar jullie in zitten. Nou, ik vraag niet om de wet te mogen overtreden. Nou, dat doet u wel af en toe. Nou, over sommige dingen is natuurlijk debat. Hè? Nou, en wat dat betreft. Er is geen debat. Er is een klacht en een uitspraak en een boete. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat hebben we niet goed gedaan. Nee, dus als en u zegt... ik ben daar persoonlijk geweest. Ik heb daar persoonlijk verantwoording voor afgedragen. En niet dat het daarmee af is, maar het is natuurlijk niet goed. Strafrechtelijk is niet goed. Nee, de grenzen worden opgezocht. Ja, en, door jullie. Ja, dat zal gezegd worden. Maar wij zien dat de overheid de grenzen ook opzoekt. Ja, ja. Maar ik wil naar de nu. Ja. Klopt de conclusie dat als je nu kijkt wat het effect van jullie is... dat het eigenlijk maatschappelijk onverantwoord is? Ik denk dat... Ik zou dat willen beantwoorden door te zeggen... dat de maatschappelijke normen zich erg snel aan het ontwikkelen zijn. En dat we als bedrijf best ons best moeten doen... om die normen te blijven volgen. Ik ga een tussenvraag stellen. De maatschappij heeft zich inderdaad snel veranderd. Je kan ook zeggen, jullie hebben je wel heel traag laten veranderen. Er zijn een aantal opgaven bij waar jullie al veel eerder wisten... dat gaat niet goed. Die Cox 2 ding, die bij de fabrikage hebben er al foutere dingen, lekt. Er is allerlei gedoe over geweest. Nee, dus je kan zeggen, de maatschappij is zo snel gaan, we konden het nauwelijks bijbenen. Je kan ook tegen jezelf zeggen, we zijn te traag geweest. Nou, ik denk dat tot op zekere hoogte een gerechtvaardigde conclusie is. Ja. Ik denk dat wij proactiever hadden kunnen zijn. Ja, dat is waar. De opgave is wel heel groot. Het gaat wel heel erg hard, hoor, moet ik zeggen. Goed. Ik ga met deze... En het is ook niet zo dat we niet verbeterd hebben... Hè, in de jaren en in de decennia tot hier. Nu ga ik de zaal in. U bent. Luc Klaassen, goeiedag. Dag meneer. Ik heb eigenlijk de volgende vraag. Namens de ETS betaalt Tata Steel al... Wat is ETS? ETS is van de Europese Unie. Een wetgeving dat Tata Steel CO2-tax moet betalen. En die CO2-tax is gestegen ondertussen naar 100 euro... per ton CO2, wat u moet betalen. Nou heeft u een gedeelte vrijstelling, dat weten we ook... maar u hebt toch al honderden miljoenen betaald. En als we kijken naar het traject, als naar 2030... moet u waarschijnlijk een paar miljard totaal betalen. En wat u vraagt aan de overheid is om mee te investeren in de vergroening. En eigenlijk is de CO2-tax ook bedoeld om dat te bereiken. En dus luidt uw vraag... Mijn vraag luidt, eigenlijk wat u vraagt... is toch eigenlijk geen subsidie of belastinggeld van de mensen... maar u vraagt het geld terug wat u voor de CO2-tax hebt betaald... om Tata Steel groen te maken. Meneer Van den Berg. Ja, dat is nou eens echt een goede vraag. Het is wel heel serieus. Hè? We betalen op dit moment ongeveer 100 miljoen per jaar. We hebben heel veel vrije rechten. Die vrije rechten die gaan verdwijnen... He, want er komt een nieuw systeem waarbij de vrije rechten tot nul gaan... en er een marktafscherming komt rondom Europa. Daardoor zal de staalprijs gaan stijgen. He, want ja, dat wordt duurder. En, en gaan we dus die vrije rechten wel als belasting betalen. En met de huidige prijs, he, rond de 100 euro per ton CO2... heb je het dan over een miljard per jaar. Nou, dat vragen we niet, hoor.
De WHO publiceert monografieën over kankerverwekkende stoffen. Bewezen kankerverwekkende stoffen voor de mens. Ik heb de emissieregistratie nagekeken van uw bedrijf. U produceert 7 kankerverwekkende stoffen. En volgens mij moet dat onmiddellijk stoppen. Dat is de koksfabriek 2. En of het nou met nieuw koks doet of gas. Maar u moet volgend jaar de koksfabriek gewoon stoppen. Liefst dit jaar. Maar ik vind het totaal onverantwoord als kinderarts dat u stoffen uitstoot die bewezen kankerverwekkend zijn. Einde oefening. Meneer Van den Berg. Ja, dat snap ik. Hè. Maar er zijn natuurlijk verschillende rapporten. Er is natuurlijk de Atlas ondertussen gepubliceerd. De luchtkwaliteit wordt voortdurend in de omgeving gemeten. En ja, wat we natuurlijk aan het doen zijn, is zo snel mogelijk die emissie van die stoffen te stoppen met de huidige fabrieken. Maar dus wij zijn filterinstallaties aan het bouwen. We zijn grote filterinstallatie aan het bouwen bij onze pelletfabriek. Dat is een van de grootste uitstoters van zeer zorgwekkende stoffen. Bij de kooksfabrieken zijn we voortdurend de ovens aan het repareren. Ook daar afzuiginstallaties aan het plaatsen. De deuren beter te smeren, zoals dat heet, waardoor de emissies teruglopen. Ja, zo is het. Het is natuurlijk een gek gegeven dat je zegt, ja, wij zijn vervuilend, ja, wij zijn slecht voor de gezondheid, maar geef ons nog even 7 jaar, bij wijze van spreken, met ongezond doorgaan. Dat knelt moreel, maatschappelijk, daar zit een enorm dilemma. Dus even, kunt u daar wat breder op reflecteren? Ja, ik zie het dilemma. Hè? U ziet het dilemma natuurlijk ook. Ik snap de zorg ook. Hè? En wat ik kan doen, is er alles aan doen om die emissies zo laag mogelijk te krijgen. Dus ja, dat is toch uiteindelijk de insteek die gekozen is. En ja, natuurlijk begrijp ik de zorgen, zeker als het over kinderen gaat. Dat snap ik heel erg goed. Dag meneer, goedenavond. U bent. Dag, ik ben Willem Westkerken. We hebben nog niet gehad over rauwe kooks. Misschien een wat technische term voor die incidenten die bij de kooksfabriek plaatsvinden en die wettelijk verboden zijn. Nou heeft u of een collega in de media gezegd dat u dat helemaal niet kunt voorkomen, rauwe kooks. Dus de kooksfabriek is permanent een overtreding. En u heeft zelfs vergunning aangevraagd om rauwkooks uit te kunnen blijven stoten, maar dat heeft de Omgevingsdienst geweigerd. Vraag dus, heeft u in de media niet al de doodsvonnis voor de kooksfabriek getekend daarmee? Meneer Van den Berg. Nou, dat is een heel goed thema. Kijk, wij denken dat rauwe kooks niet tot nul terug te brengen is. En dat is nu de eis vanuit de Omgevingsdienst. We zijn overigens heel hard aan het werk met alle mogelijke operationele maatregelen, data analytics, et cetera, om het wel tot het absolute minimum terug te brengen. Maar in die nul, daar zit wel de pijn, ja. Dat zal ik onmiddellijk toegeven. We hebben er sinds september overigens 3 gehad. Hè. Dus we zijn echt wel nog scherper aan het verbeteren. Maar dan is toch de opmerking die meneer maakt wel gevaar. Dan zegt u, we proberen wel niet over de grenzen te gaan, maar we zijn eigenlijk permanent daarmee in overtreding. Ja, kijken wij toch iets anders tegen die wetgeving aan. Dat zal niet verbazen. En dat is natuurlijk, ja. Want ja, die fabriek staat er 50 jaar natuurlijk. We hebben nog nooit zo weinig rauwe kooksgas gehad als we op dit moment hebben. Dus we zijn heel hard aan het werk om het. Maar meneer Van den Berg, ik moet wel even, dat is natuurlijk toch even opmerken iets als je gewoon zegt, wij kijken wat anders tegen die wetgeving aan. Die blijft toch, resoneert ergens bij me. Nee, dat snap ik. Hè. Maar de wereld staat vol met kooksfabrieken. Hè. En overal is rauwe kooks niet helemaal te vermijden. En u zegt, we hebben gewoon een beetje last van een extra strenge omgevingsdienst waar die anderen geen last van hebben. Nou ja, de Omgevingsdienst interpreteert de wetgeving op een bepaalde manier. En wij zijn heel hard bezig om die uitstoot en die rauwe kooks tot het absolute minimum terug te brengen. En we gaan voor nul natuurlijk. Alleen, we hebben gesignaleerd en gezegd, het zou wel eens heel erg moeilijk kunnen zijn om die nul te bereiken. Maar het is toch politiek. Ik probeer toch even weer naar die vraag van 1 miljard van belastinggeld. Dat je eigenlijk dus tegen de overheid zegt, by the way, die wetgeving, de overheid, daar kijken wij wat anders tegenaan. Maar we zien wel graag 1 miljard als investering, omdat wij zo belangrijk voor. Daar zit toch een schurend paneeltje in. Toch? Ja, dat snap want ik. Eigenlijk zeg je daarmee, ik snap overheid, dat u daar zo naar kijkt. Wilt u een bedrijf financieren? Want anders zijn we failliet. By the way, dat is wel een bedrijf wat eigenlijk structureel de regels gaat overschrijden.
Wij zijn een bedrijf wat groen staal wil maken, zo snel mogelijk. Wat de emissies zo hard en zo snel mogelijk terug wil brengen. Daar geven we heel veel geld aan uit met onze roadmap. 300 miljoen staat er op de lat. Die zijn we volop aan het uitgeven om al die emissies terug te brengen. Inclusief die bij de kooks en gasfabrieken. Inclusief wat we aan het doen zijn voor rauwe kooks. En daarmee willen we het geld verdienen om die groene transitie te kunnen maken. Wat is in die tijdlijn naar 2050 voor u het spannendste onderdeel? Dus er zitten wel een paar aannames zitten erin. Ik zou zeggen dat heeft alles te maken met samenwerking. En met de manier waarop we op dit moment bezig zijn. Kijk, ik ben enorm veel van mijn tijd bezig met niet met het maken van groen staal. En ik zou er echt op aan willen dringen. Dat we handen ineens slaan. Dat we kijken van hoe kunnen we het debat op een goede manier voeren. En daar wil ik ook echt voor proberen dat ook te doen. En ik weet, we zijn daar niet volledig succesvol in. Maar ik denk dat dit kan slagen. Dat er een enorm mooi groen voorstel ligt. Dat we hier in Nederland echt voor kunnen lopen op het moment van het maken van heel veel staal. Op een groene manier, op een schone manier. Maar dan moeten we wel met elkaar die handdoek oppakken en daarvoor gaan. Waterstof-economie kunnen aandraaien. Ik denk dat daar gewoon een heel mooi iets is. En dan nogmaals, ik heb genoeg gezegd over het belang van staal. Maar die samen die groene transitie maken in de Eimond. Met het bedrijf, met de bewoners. De support, het is behoorlijk ver weg, dat snap ik. Maar er is ook wel de nodige support die er toch is. Contractors die voor ons in de omgeving werken. Ja, ik denk dat dat een heel mooi groen voorstel is. En daar wil ik voor gaan. Heel goed. Ik ga u danken. Hans van den Berg, dames en heren, dankjewel. Dank je wel.